In de introductievideo hebben we u verteld dat motion control eenvoudiger dan ooit tevoren is. Maar waar begint u nou en hoe selecteert u de juiste componenten? In deze tutorial leggen we uit welke type motion controllers er beschikbaar zijn en hoe u de juiste controller voor uw applicatie selecteert. Voor iedere type applicatie is er een juiste controller beschikbaar. Zo beschikken de standaard CMATIC-CPU's over de meest voorkomende basic motion control functies, zoals het aansturen van een motor op snelheid of positie. Voor geavanceerde motion aansturingen waarbij de motorassen moeten samenwerken, bijvoorbeeld gelijklopen, camming of kinematische interpolatie, is er een technologie CPU nodig. Deze technologie variant van de S7-1500 familie beschikt over extra rekenkracht voor motion control en PID regelingen. Kiest u voor een combinatie met een Field CPU, dan integreert u ook de safety en veiligheidsfuncties eenvoudig met uw standaard automatisering en motion control. En dat allemaal geïntegreerd vanuit één softwareomgeving. De TIA Selection Tool vereenvoudigt het configureren van de juiste hardware voor uw applicatie. Deze tool is zowel online als offline te gebruiken. Laten we naar nou gaan kijken. Om een controller te selecteren, klik op nieuw device en vervolgens op controllers. In dit voorbeeld gaan we uit van een geavanceerde 1500 CPU. Wanneer deze gekozen is, zetten we onder CPU Design het vinkje Motion Control aan. Hiermee wordt de Motion Configuratie tab geopend. Is er gelijkloop, camming of interpolatie nodig, dan selecteren we Extended Motion Control TCPU. Hierin voeren we verder de gewenste applicatiewaarden in, bijvoorbeeld Motion Cycle Time, wat nu op 4 milliseconden staat. Verder geven we de type technologieobjecten en de aantallen op. Terwijl dit wordt gedaan, suggereert deze tool de juiste CPU en toont daarbij de verwachte Motion CPU Load in percentage. In deze tool kunt u ook I.O.'s en overige benodigde hardware selecteren. De gemaakte configuratie kan vervolgens direct naar de online maal voor het bestellen of geëxporteerd worden naar TIA-portal. U heeft kennis gemaakt met de verschillende typen SIMATIC controllers en hoe u de juiste component voor uw applicatie selecteert. In de volgende video gaan we aan de slag met de drives. Bedankt voor het kijken.